om op nat ijs te rijden. Dit zijn de mannen die nu aan de 5 kilometer beginnen. Dit is Chris Kellis, een Amerikaan van 21 jaar, 13e geworden op de 500 meter. En hij treft de Fransman Quens, 11e op de 500 meter. Een 8e geworden bij het Europese kampioenschap. En 8e geworden met val op de 10 kilometer. Ondanks die valpartij was dat voor de Fransman zijn beste optreden ooit bij een Europees kampioenschap. Maar die valpartijen zitten er nog wel eens in. We zagen dat ook bij de Wereldbeker afgelopen week in Heerenveen. Maar de Fransman heeft zich ontwikkeld steeds meer als allround schaatser. De 1500 meter, ja, dat is zijn afstand, dat wisten we. Een paar keer op het podium gestaan bij Europese kampioenschappen. Ook dit seizoen was dat het geval. Maar die 5 en de 10 kilometer gaan steeds beter. Maar of hij een goed klassement zal rijden, ik denk het eerlijk gezegd niet. Hij heeft het al laten liggen op de 500 meter. Eerste doorkomsttijden. Dat zijn pittige tijden. Kellis is voor u wellicht een nieuwe naam. Als gezegd, jong nog, 21. 5e geworden bij de Noord-Amerikaanse kampioenschappen. Zeg maar het EK van het contingent Amerika. En dat is een toernooi waar dan de 6 beste Amerikaanse allrounders aan meedoen. En de 6 beste Canadese allrounders. Er zou ook plaats zijn voor een vertegenwoordiger van het werelddeel Oceanië. Maar die was niet aangemeld. 6 Canadezen, 6 Amerikanen. En in dat veld werd Kellis 5e. En op de 5 en de 10 kilometer werd hij beide keren 8e. Al te veel, 10 kilometer. Om dat aan te geven heeft hij nog niet gereden. Kellis heeft zich voor de Fransman. Dezelfde coach overigens als Vriesingen, Marcus Eiger. Succesvol dus vandaag en tevreden. Amerikaan acteerde dit seizoen internationaal gezien in groep B. Reed voornamelijk de korte afstanden op de 1500 meter. Heel steers ervaring zoals hij al zei heeft hij inderdaad niet. Rijdt nog altijd op een schema dat hem mogelijkerwijs kan brengen onder de 7 minuten als hij zo doorgaat. En dat zou een baanrecord betekenen. Want het baanrecord op de 5 kilometer is in handen van Kees de Ruiter. Dat is een Nederlander. Dat is zoals de naam op het vermoeden. En dat baanrecord is iets boven de 7 minuten. 3 seconden 86 honderdste erboven om precies te zijn. Gereden in december bij de al eerder genoemde testwedstrijden, al hier. Gaat er wel een opzij. Ja, Kellis nam bij tijds de wijk. Reed even in de luwte van Quens. Het is overigens veel minder hard gaan waaien als we vergelijken met de 3 kilometer vrouwen. Het is niet zo dat het wind stil is, maar het scheelt op een flinke slok op een borrel. Het kan nu lastig worden om dat schema van 7 blank vast te houden, want we zien dat de rondetijden oplopen. Dat zien we overigens bij veel schaatsers. Oplopend schema, dat is typisch ook voor dit weer. Als er een beetje wind staat, dan heb je dat vaak. Quens die overigens zijn persoonlijk record reed op een vreemd tijdstip. Namelijk in de zomer, in augustus. Vorig jaar werd het ook de Summer Classic genoemd. Werd het in Calgary, die elk jaar wordt verreden, waar overigens ook veel Japanners altijd aan meedoen. En Quens reed daar 6.45. En het persoonlijke record van Amerikaan is ongeveer gelijk. Ook hij heeft 6.45 staan als beste tijd. Maar dat was overdekt op het ijs van Calgary.
Spelers zullen voor Kellis normaal gesproken te vroeg komen. Salt Lake City. 3400 meters. En we zien toch dat de Amerikanen, met name dit seizoen, een enorme opmars maken. Dat schema van Seuven Blanc dat zit er absoluut niet meer in. Dat gaan de heren niet redden. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het barenkoor van de Ruiter deze rit in elk geval gaat overleven. De Ruiter in december dus reed het bestaande barenkoor. En dat was 15 jaar oud uit de boeken van Uwe Sauerteig. En als u al heel lang staatsliefhebber bent, zal er nog wel een belletje rinkelen. Uwe Sauerteig uit de DDR. Oost-Duitsers hebben hier nog tamelijk veel wedstrijden gereden in het verleden. En er wordt hier al heel lang geschaatst als u de geschiedenis een beetje gevolgd heeft. Het zal ongetwijfeld eerder genoemd zijn, maar in 1870 al werd hier, uiteraard op natuurreis, voor het eerst een wedstrijd gereden in een andere opzet dan nu. Een beetje een korte baanwedstrijd. Nou, lastige wissel voor Kellis, maar die lost dat even op door te versnellen. En Quens maakt daar dankbaar gebruik van en zit even in de luwte. En 106 jaar geleden al dezezelfde baan voor het eerst in het Europees kampioenschap. Quens neemt nu afstand van de Amerikaan bij het leiden van de bel. Nou, dat schema van Seuven Blanc, u ziet dat, zit er bij lange na niet in. En op het banenkoor blijft u inderdaad staan. Het banenkoor van 7-0-3-86 blijft nog even in het bezit van Kees de Ruiter. Come on, Quint! 7-0-5-61 Quint. 7-0-9-0-9 Chris Kellis. De kop is eraf. De wind wordt wat minder. Het begint ook ietsje kouder te worden. Zal worden gedweld om de drie ritten. Marcus Eiger kan daar blijven staan op de coachplek. Eiger, de Duitse coach van Annie Vriesinger, maar ook de coaches van Cedric.